Good morning guys, it's a new day, een nieuwe vlog. Het is nu 9:30, ik ga even eten maken. Ik zie er echt verwilderd uit. Wimpers zijn ook aan het uitvallen. Ze zien er nog best wel goed uit, want ik heb ze nu al bijna 3 weken. Anyway, ik ga even wat eten maken en dan ga ik verder met werken. Ik heb al wat e-mailtjes beantwoord en zo. Maar ik ben vandaag wel wat later begonnen. Want I was so tired. Gisteren zijn we gaan uit eten voor Kimberly de verjaardag. Vandaag is haar verjaardagsfeestje. En het is zo'n 90s hip-hop thema. Dus I'm gonna show you my outfit tonight. Nou jongens, we hebben weer wat nieuws. Bagels. Ik heb het lekker weer met avocado. Beetje Alpro erbij. Vanille. Dit even lekker eten. Oké, guys. Ik heb me even klaargemaakt. Ik wilde mijn make-up doen. Maar dan moet ik dat vanavond weer helemaal eraf gaan halen. En zo, daar heb ik echt geen zin in. 2 pakketjes binnen. Hier zit denk ik een bucket hat in. Oeh, want dat wordt mijn outfit. Een witte bucket hat. Het is zeg maar, volgens mij had ik toch gezegd, het feestje van Kimberly is een beetje 90s hip-hop vibe. En ik heb een velvet pak van Saf geleend. En dan doe ik deze op. En mijn witte sneakers. En ik wil mijn pruik op doen. Die ligt hier. Alleen moet ik hem nog even stylen. Ik heb geen steltouw. Tenminste, ik heb er wel één, maar ik ben die kwijt. Dus ik moet er even een oplossing voor gaan vinden. Maar ik heb deze gelukkig wel op tijd binnengekregen. Ik heb hem gisteren besteld op bol.com. En deze, echt geen idee wat hierin zit. Oké, hier zit in oorbellen. En ze zijn fucking klein. Hè? Nooit. Ik wilde dus gewoon van die ringetjes. Want ik heb altijd gouden ringetjes in. En kijk even hoe klein ze zijn. Je kan ze niet eens zien. Dit is echt niet normaal hoor. Hallo, even focus. Kijk hoe klein. Ik denk dat jullie niet eens kunnen zien hoe klein het is, maar dit past niet eens in mijn oor. Dit is letterlijk voor een baby. Misschien deze wel. Nou. En ik heb hier zo lang op gewacht, hè. Want ik wilde gewoon simpele ringetjes. Want deze die ik hier aan de voor in het eerste gaatje heb, die valt er altijd uit als ik slaap. En ik hou er niet van om alle sieraden af te doen als ik ga slapen. Volgende. Ik denk dat dat een zonnebril is. Ja, en er zijn er 2. Oeh, dit is echt een super mooie kwaliteit. Dit is een beetje een... hij is een beetje mat. Hij is dus niet echt glanzend, net als de meeste brillen. Dit is hem. Oeh, I freaking like this. Het is een beetje een soort van zalm peach kleur. Misschien dat die ook wel past bij mijn outfit voor vandaag. En ik heb hem ook in een olijfgroene kleur. En dit heb ik allemaal gekocht voor de volgende vakantiebestemming. Deze. Hoe leuk is dit met een groene bikini of zoiets. Of een bloemprint bikini met groen erin. Dus ik ging naar beneden en ik heb gewoon nog een pakketje binnengekregen. Geen idee wat dit is. Ik hoop dat het een hele mooie kimono is die ik heb besteld. Dus we gaan het zien, we gaan het meemaken. Oké, let's have a look. Trouwens, dit is mijn outfit. Deze blouse is van Misguided. On the back hebben we dit. En deze broek met scheuren van de Zara. Weer 2 pakketjes. Laten we deze eerst openmaken. Dat is de kleinste. Laten we met de kleinste beginnen. Oh, dit is heel leuk. Ik heb dus voor onze auto die we gaan huren op vakantie heb ik een sleutelhanger gekocht. Maar echt zo'n beach vibe sleutelhanger. Kijk hoe cute. Het staat echt nergens op. Maar
I like it. En het was maar iets van 50 cent of zo. Dus ik dacht, let's do it. The next. Dit is sowieso mijn kimono. Oh, wauw. Hij is heel groot. En ik heb natuurlijk een blauwe bikini besteld. En dan met dit eroverheen. Ik ga het nu gelijk aantrekken. Yes. Ik ben al bijna op de Oh my god! Hey, when did I look at it? When did I look at it? Dit is toch zo mooi. Wauw! Met mijn blauwe bikini hieronder. Oh, meisje! Ja, jij hebt geen video dus ja. Woo! De bek. Oh mijn god, meisje. Je bent echt fantastisch. I'm drinking. I'm gonna drink this Starbucks drinken. Dit is zo freaking heerlijk. Het is de frappuccino met karamel. Ik hou sowieso altijd van latte macchiato met een pompje karamel of een ijskoffie karamel. Maar deze, dat kan je bij Albert Heijn halen, is echt ook heel lekker. Wel duur, echt iets van 2 euro of zo. Voor zo'n klein flesje. Maar it's worth it. En ik heb nergens hier in de buurt een Starbucks waar ik naartoe kan gaan. Dus dan maar dit. Nou jongens, ik zit nog even een paar dingetjes voor werk te doen. En Kimberly wilde dus mijn Polaroid camera lenen voor de verjaardag. Want dat is natuurlijk gewoon helemaal die vibe. Dus ik heb deze Polaroid. En ik heb voor kerst heb ik een nieuwe Polaroid camera gekregen. En moet je kijken. Volgens mij is mijn lens kapot. Echt heel zonde. En ik heb deze heb ik van Kimberly toevallig gekregen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het is gewoon helemaal. Het lijkt net alsof er, of het verbrand is of zo. Echt zonde. Want ik vond het gewoon wel leuk dat ik zeg maar een beetje een collectie had. Van camera's. En dan had ik deze. En dan had ik ook nog een andere. Maar hij is gewoon kapot. Ik heb volgens mij voor het laatst gevlogd op vrijdag. Vrijdag. Ik heb het weekend niet gevlogd. Ik voelde me ook heel het weekend niet lekker. Niet lekker in mijn vel. En ook gewoon de hele tijd hoofdpijn. En gewoon, ik wilde niks doen. Ik had ook echt veel geslapen. Maar ja, ik ga jullie vandaag gewoon een beetje meenemen. Ik ga even eten nu. Het is nu 10:50. Mijn stem is weg. Oh nee. Hallo. Maar ik ga even eten. En ik wil ook nog iets zeggen. Ik weet niet, ik kom er zo meteen wel weer op terug. Oké, guys. Het worden bagels. Met avocado, of course. En ik heb dus deze nieuwe sap gekocht. Hij is echt heel lekker. Er zit orange, carrot, mandarin, lemon, ginger en vitamins in. Ook lekker voor smoothie. Misschien ga ik wel smoothie maken. Ik ga smoothie maken. Oké, guys, ik heb me omgekleed. Het is een paar uur verder en I decided to go to the gym. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. Ik heb echt zo'n. Het voelt echt alsof ik ongesteld moet worden of zo. Zo'n feeling heb ik. Maar ik heb dit topje aan van AliExpress. Deze broek
ook van AliExpress. Ik weet niet wat ik ga trainen vandaag, maar ik weet gewoon dat ik even naar de gym wil gaan. So that's what we're gonna do. Misschien dat ik nog wat film. I don't know for sure, but we'll see. Nou jongens, ik sta te wachten op Journey. Ik sta bij de pont en kijk even hoe mooi de maan is. Het lijkt alsof die fucking ver weg is, maar hij is echt vlakbij. En het is nog steeds heel warm vandaag. Het was ook bij 17 graden, maar met echt lekkere zon. Gisteren ook. Oh, ik heb buikpijn. Volgens mij heb ik te veel gegeten ook. Dit was een great workout. Kort maar krachtig. Ik heb mijn upper body gedaan. Ik heb gerend. Ik heb gefietst. I did some crazy stuff vandaag. Nu ga ik even wachten op Jornik. Die is gaan thaiboksen. Kijk. Dit moet gewoon zo naar binnen. En dit is wel aan het groeien. God damn. Maar mijn buik is echt aan het groeien. Ik eet ook echt snoep veel. Of ik snoep heel veel de laatste tijden.